Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Rick, we staan hier in de gloednieuwe boerderij. In de bouwderij, wil ik zeggen. De boerderij die jij in de vorige aflevering af hebt gebouwd. Je hebt hem ook verzonnen. Ha? Justin heeft hier niks mee te maken, toch? Justin heeft hier verder niks mee te maken. Justin heeft hier helemaal niks mee te maken. Maar kijk, over Justin gesproken, waar is Justin? Ja, Justin die is er gewoon weer niet. Die is echt al 4 afleveringen niet achter elkaar. Maar verschillende afleveringen is hij er gewoon niet. Het is onacceptabel. Maar ik heb aan jou gevraagd of jij even vervanging kon regelen, Rick. Ja, ik heb dus en vervanging geregeld. En ik heb dus een nieuw security systeem. Oh, want onze dieren. Je wordt zojuist geroken door de sniffer trouwens. Stop daar eens mee. Even stoppen nou. Goed, oké. Oh, precies dat je onderweg ging weer, maar maakt niet uit. Onze dieren zijn dus echt kostbaar, want we hebben gewoon niet veel dieren. Ja. Dus, ik heb een camera geïnstalleerd. Loop er even mee. Ik zie hem al! Een camera! Wow, wat een camera dit. En hij zit ook detectie in, zie je? Hij volgt ons. Hij volgt ons inderdaad. Er staat zelfs een naam boven. Ja. Wie is dit? Oh, het is Sebastiaan de editor, jongens! Niet te geloven! Sebastiaan! Ja. Normaal edit je mijn video's en nu zit je gewoon in een video. Het is wat, hè? Het is anders. Je bent echt heel druk bij je aan het rondlopen. Ja. Kom maar uit. Ik weet niet of het... Oh, hij kan er niet uit. Hij kan er niet uit. Wacht, kom maar hier. Snel, ja, zo, schuil, gaan. Oh, je hebt een blokje plaatsen. Je hebt een blokje. Ja, oké. Jongens, even voor de duidelijkheid. Sebastiaan heeft volgens mij echt ooit 1 keer in zijn leven misschien Minecraft gespeeld. Ja, 5 uurtjes maximaal, denk ik. Maar hij heeft al in ieder geval de A en de D-toets heeft hij heel goed ontdekt. Hij weet heel goed hoe hij van links en rechts moet lopen. Maar hij heeft bijna geen kennis van Minecraft. Normaal edit hij mijn video's. Dat doe je al, hoe lang? 2 jaar? Ja, zoiets, denk ik. 2? 2 jaar, bij 2-3 jaar misschien zelfs al doe je dat. En ik besefte me, we hebben gewoon nog nooit een video opgenomen met Sebastiaan. Nee. Weet je, en dit is het perfecte moment. Ik bedoel, precies. Justin, niemand heeft Justin nodig, we hebben Sebastiaan. Ja, precies. Sebastiaan, kan jij de skin van Justin even editen? En dan... Nu in beeld. Justin, nu in beeld. Ja. Oké, en dan een kruisje er doorheen en dan eronder. Ja? Sebastiaan is beter. Nou, hier. En nu een explosie. Bam! Ja. En confetti! Jij mij, dit kunnen we echt abuse de hele aflevering. Zo, dit wordt leuk. Sebastiaan, je snapt het concept van de serie, denk ik, want je hebt alles geëdit tot nu toe. Op het moment dat wij een nieuw blokje verzamelen, wordt de border groter. Je ziet hem inmiddels niet meer, omdat zeg maar de border is duizenden blokken groot inmiddels, denk ik wel. Ja, zoiets. Zoiets, hè. En we hebben wel... Rick heeft een hele leuke taak voor je bedacht. Nou, Rick, kom op. Zeg maar. Ik ben heel benieuwd. Kan je dit er even uitknippen, Sebastiaan? Ik heb geen idee. Wat gaan we voor hem doen? Nee, we hebben wel een leuke taak. Weet jij, kom naar de lobby. Weet je hoe iedereen gaat? /trigger lobby. Kijk, we hebben hier, als je in deze kist gaat, dan ga ik even naar een bepaalde pagina. En dan gaan we 1 blokje voor je uitkiezen. Waarvan we 100% zeker zijn dat jou dit gaat lukken. Oh, en god. Ik zie hier al smooth sandstone en een cut sandstone slab. Dat kan niet, denk ik wel, toch? Ja, dat moet lukken. Dat moet wel kunnen. Dat moet lukken, toch? Oké, Rick, voor jou, dan ga ik jou gelijk een hele moeilijke taak geven. Nee. Jij moet de carpets die hier 3 boven staan, jij moet... de concrete die hier staat en de concrete powder. En jij moet al deze banners die hier staan, moet jij maken. En die bedden. Ik zag ook nog bedden als het goed is. Ja, maar dit zijn allemaal taken van Justin die jij gewoon niet heeft afgemaakt. Bedden, ja, dan moet jij ze doen. Oh. We hebben nu betere Justin, oftewel Sebastiaan. Ik ga zorgen voor bijtjes deze aflevering, oké? Oké, Is goed. Hoop dat het goed komt. Ik denk dat dit wel goed komt. Als je dan door de portal gaat, komen we weer terug. Ja, daar ben ik. Weet jij hoe je smooth sandstone maakt? Kan je er denk je zelf achterkomen? Of... Nou, ik denk dat ik naar het strand moet gaan. Ja, dat is de eerste goede stap. Ja, dat is denk ik mijn gedachte. Maar verder... Ja. Oké, weet je, ik ga gewoon mijn spulletjes verzamelen. Doe je ding. Als je vragen hebt, laat het weten. Iedereen heeft een goede taak gekregen. Ik moest zand halen, zei je? Smooth sandstone? Smooth sandstone heet het, ja. Oh god, oké. En we gaan je gewoon niet eens uitleggen hoe je dat moet doen. Ik denk dat het wel extra grappig maakt. Ja, dat maakt het leuk. Ben ik heel benieuwd. Oké. Okay. Heel benieuwd of je het gaat halen. Voor een bijenkorf, Rick, dan moet je toch silk touch hebben, of niet? Ja, volgens mij wel. Om hem te krijgen. Nee, om hem met bijtjes erin te krijgen, volgens mij. Of niet? Nee, want anders gaat hij kapot. Je kan alleen zo'n dingetje, zo'n... Wie heeft het Silk Touch boekje? Zeg niet Justin, dan word ik echt boos. Justin heeft... Nee, dat geloof ik echt niet. Dat geloof ik echt niet. Die is hier ergens. Ik geloof niet dat Justin het boekje die we vorige aflevering voor gestreden hebben... Die heb ik ergens veilig gestopt, dat kan niet anders.
Wat is dit? Sharpness? Oh. Oh, nee. Oh, nee. Sebastian, doe even... Nee, grapje. Ik heb een flashback naar wie boekje voor het laatst had. Oh, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet meer. Hè? Oh, je bent nu al dood. Oh, je hebt fall damage in het spel, hè? Dat je dat weet. Daar kom ik ook achter, ja. Oh, nee, Justin. Nee, ik durf niet te wedden dat Justin hem heeft. Nee, dat zou ik echt niet... Dat is echt vervelend. Ja, maar Justin is ook best Heb ik hem niet ergens veilig gestopt? Nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft Justin hem. Nee, maar, dat kan niet. Kan ja, wel. Het kan ik wel. Ik wil niet dat het kan. Ik wil niet dat het kan. Oh, we deden zo ons best, hè. Ja, we gaan ervan uit dat Justin het weer verpest. Oh, protection. Weer, hè? Altijd. Weer, altijd de Justin. Oké, jij edit het en dan kan je het natuurlijk altijd gewoon van de zijlijn zien. Zijlijn. En nu ben ik zelf gewoon erbij. En nu ben je de dupe van zijn zaken, inderdaad. Onacceptabel. Moet je Silk Touch hebben, is de grote vraag voor een bijenkorf. Volgens mij wel. Volgens mij wel, hè? Waarom hebben we dat ding aan Justin gegeven? Nou, oh, we hebben zo ons best gedaan. Heb jij hem echt niet, Rick? Nee, ik heb hem serieus niet. Ga je doodmaken? Ik denk dat nee, jij nee, hem nee, nee, ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Ik zweer het je. Oké, nee, ik geloof ik je. Ik heb hem toch wel. Je hebt hem niet. Nee, klopt. Kijk, Sebastian. Oké, dan ik ga het even opzoeken. Moet Sebastian dit er even uitknippen? Of? Nee. Hou dit er maar in. Dat is leuk. Stilte. Oh. Sebastian, hou dit er even in. Sebastian. Ja. Theoretisch gezien, als ik jou nou 5 euro geef, zou je dan de heel grote beeld abonneer op Rick Force kunnen plaatsen? Nee! Theoretisch gezien, hè? Nee. Gewoon theoretisch. Tientje. Ja, dat zou... Tientje? 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 Ja, tientje. Tientje en dat kan dat. Ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon Max is gewoon theoretisch gezien, hoor. Ja, prima. Als het nu in beeld is gekomen, dan weet ik dat 10 euro is betaald. Stuur maar tikkie. Is goed. Oh mijn god. Nou, ik ga maar opnieuw Silk Touch dan regelen voor de 100ste keer. Ja. Anders kan ik namelijk geen beehive regelen. En we hebben echt die honing nodig voor zoveel verschillende dingen. Waarom Justin ook weer? Jongens, ik heb de grootste moeite. Ik loop hier nu ergens. Ik weet mijn god niet waar ik ben. Dit is echt, je hebt echt één ding. Je hebt letterlijk zand die bij onze basis gewoon overal liggen. Ja, maar ik zocht echt naar het strand gewoon. Maar ik kan het niet vinden. We hebben hier, ik sta nu op een strand naast die grote kist gewoon. Je hebt één zandblokje nodig. Nou, dan ben ik echt blind. Wacht, ik laat me wel even doodmaken door de creeper. Kunnen we misschien ook even slapen? Hier. Ja, goeie. Moet even een bed voor Sebastian maken. Die ligt gewoon in de kist. Maar even het monumentenhuis even eentje pakken. Oh, prima. Oké, kom maar naar het monumentenhuis. Je weet ook al wat het is natuurlijk. Dat is deze waar ik nu sta. Hier, ja, met water. Ja, ik ga even een bed voor je pakken. Ik lig op bed. Hier, dan doen we voor jou een paars bed. En dan gaan we in het monumentenhuis gaan slapen. Even kijken, zo. Plaatsen. Iets slaan. Gewoon plaatsen, ja, zo. Zo. En dan hoppa. En dan is oké. En dan wachten, kijk. En dan sloop je hem en dan hou je hem bij je. Niet doodgaan, hè. Kijk, als ik letterlijk hierheen ga, gewoon zo, hier. Ja. Bewijs van, hier is bijvoorbeeld gewoon toevallig één zandblokje die je kan pakken. Maar je hebt iets meer nodig. Je hebt hier ook nog meer. En hier onder water heb je nog wat. Maar ik moet het dus in een... Smooth sandstone. Ja, maar ik moet het dus gaan maken. Vast zand. Vast zand. Smooth sandstone. En hoe je het maakt, ja, dat is gewoon helemaal aan jou. Ja, dat is één grote niet aan jou, maar... Wat zei je? Mag ik Google gebruiken? Je mag Google gebruiken. Ja, dat is gewoon aan jou hoe je het gaat doen. Nou, oké, dan ga ik even googlen. Oké, ik moet gewoon opnieuw, Rick, omdat Justin dat... Ik kan het niet geloven dat hij hem heeft. Hebben we hem niet ergens verstopt voor de zekerheid? Ik weet het niet meer. Het is wel echt even geleden. 3 emeralds en we hebben er 15 nodig. Ik ga niet weer de hele aflevering emeralds zoeken, jongens. Niet? Nee. Oh, wat irritant dit. Dit vind ik echt vreselijk. Wat is dat andere item wat ik nodig heb voor Smooth Sandstone? Want ik zie iets van kool of zo. Het lijkt op kool. Ja, kool. En je moet het... Ja, hè, kool inderdaad. Ik ga gewoon niks zeggen. Kool. Oh god, waar haal ik dat dan weer? Ja, een grot denk ik. Ja. Ja, zo hé. Hey. Kijk, misschien hebben we al een beetje, maar ik vind het leuk als je het gewoon verzamelt. Oh, wacht. Inderdaad, ja, in een grot. Ja. Oké, dan ga ik op Justin grot. Gaat dit echt soepel. Ja, ik wou dat zeggen. Dan moet je nagaan. Even kijken, een grot. Nou, dan heb ik weer iets te zoeken. Ik ga mezelf gewoon een andere taak geven. Nee, zo werkt dat niet. Nee, anders doe ik echt 3 afleveringen hetzelfde. En dat is met emeralds, een villager en dan een Silk Touch en zo. Dus vast wel nog iets wat ik kan doen. Ik vind het een beetje onacceptabel wat je nou doet. Goed, ik ook. Ga op. Dan vind ik ook dat ik een andere taak mag. Nee, jij hebt een leuke taak. Ja, wel prachtig. Ik ben hier inktvissen aan het vermoorden. Oh, je hebt nog niet alles in die... Nee, dat ga ik niet doen. Hoe maak je glazed terracotta? Dat moet je even googlen, want dat weet ik dat ook niet. Dat ga ik even googlen, inderdaad. Hey, Sebastian. Lekker. Ja. Ik heb alleen zeg maar geen pickaxe om in de grot echt te graven. En ik herken ook kool niet, zeg maar. Dus. Oh, maar ben je de grot al ingelopen zonder pickaxe? Ja. Oh. Jij moet eerst een pickaxe hebben. Die hebben vast jullie wel voor mij, denk ik. Hoop ik, eigenlijk. Weet ik niet. En die kun je ook maken, hè? Die kun je craften. Oké, Rick.
Ik ga alle... Alle glazed terracotta ga ik voor elkaar... Kijk, we hebben nogal wat... Hier is, we hebben vast nogal wat kool, Sebastian. Oh, niet veel. Kijk, dat scheelt ook. Kijk, hier zit kool in. Hier zit er al 4 in. Hier nou mijn kool te nakken? In de oven. In de oven. Dit is de rechter, toch? Dit is de oven. Ja, ja. Die is leeg. De rechter, toch? Er zit kool in. De onderste, de onderste. Dat rolt een flash. Dat is mijn eigen inventory. Wacht even. Dat is niet leeg. Er zit een koffie. Er zit 4 kool in. Ja, maar klik hij zit op. In zijn eigen inventory te kijken. Oh, nee, niet slaan. Ja, hij klikt waarschijnlijk op E. Oké, dan ga ik even... leeg. Ik zie 4 kool liggen. Oké, ja, doe jij je ding. Ik heb klei nodig. Je kan blijkbaar dus wel gewoon terracotta maken. Dat wist ik eigenlijk niet eens. Ja, terracotta kan wel. Maar dat glazed, ik heb glas gemaakt. Ja, dat moet je met de oven moet dat ook. Heb je glas gemaakt? Ja. Oh, je hebt het in, je moest het niet direct in de oven doen. Oh. Je hebt een 4 trouwens nodig. Volgens mij. 4 kool. Nee. Nee. Je moet, oké, ik help wel even. Je moet de zand, je moet 4 zand hebben. Dan kan, met 4 zand kan je 1 sandstone brick maken. Die moet je smelten. Dan krijg je smooth sandstone. En dan moet je ook nog smooth sandstone, of een kut sandstone slab. Dat moet je in een stoomkutter maken. Onthouden? Jazeker. Jawel, dat kan wel, toch? Dit gaat je lukken. Als je het even niet meer weet, kan je gewoon zelf even terug editen. Dan weet je, dan weet ja, dan kan je flashback van wat ik zojuist heb gezegd. Kan je gewoon flashback en dan weet je het weer. Oké, ik heb mijn kleiballetjes. Hadden we kleiblokken al eigenlijk? Ja. Oh, maar nu heb ik ook kool nodig. Ik ga wel gewoon even wat nieuwe kool minen, Sebastian. Ja, doe dat eens. Ik heb er 3. Ik heb een bij gevonden. Maar ik moet... Ja, ik zit hierbij en bij. Oh. Oh, ja, alleen... Ik heb ook zo'n holletje. Het ding is... Weet je wat het ding is, Rick? Nee. We hebben gewoon geen silk touch. Dus dan moet je of nu met een schaar gewoon even wat honing pakken. Ik heb geen schaar. Waar is... Ja, stik er dan maar in. Er zit hier echt heel veel. Ja, ik heb sla de coördinaat op. Sla de coördinaat op. Oké, Sebastian, ik schrijf in de chat. Als jij dat dan even kan opslaan in de edit, dat zou super wezen. Hoe in de edit opslaan? Wat heb je er nu dan aan? Ja, daar hebben we nu dan... Ja, goed. Ja, 6, 2, 4. Nee, hou op. Nee, maar ik kan niet typen en kijken... Maar gewoon een screenshot van de tijd, of van de dinges. Oké. Mij weer het werk willen laten doen. Jongen. Zeg, Max. Terracotta. Je hebt die oven waar ik net stond, waar ik niet in kwam, hè? Ja. Dat daarnaast, is dat een furnace? Huh? Dit, waar jij nu op staat. Is dat een furnace? Nee, toch? Dit is een furnace. Oh! Een oven is een furnace! Oh, in die oven waar je nu staat, is dat daarnaast de furnace? Nee, ik zat echt... Wacht even, wat zeg je? Wacht even hoor. Dat heb ik nooit gezegd. Ik had echt even een... ik snap even niet wat er gebeurde. Dat daarnaast, is dat een oven? Oh. Hij doet wel zijn best. Ja. Dat wel. Hij doet echt zijn best. Ik heb weer glas. Sebastian. Ja, je moet weer glas. Oh, ik ben echt benieuwd wie eerder zijn taak af gaat hebben. 1 smooth sandstone. Wacht, heeft hij alweer glas gemaakt? Ja, hij heeft weer glas gemaakt. Ik heb er maar 2 kool over. Oh. Oké, ik ben even aan het uitvogelen hoe ik dit moet doen. Ik kan hier eens een duidelijke uitleg vinden over hoe ik smooth sandstone wil maken. Oh, kijk, Rick. Ja, ik zie het niet. Red terracotta hadden we al. Wie heeft dat gedaan? Ja, ik heb heel veel terracotta al gemaakt. Nee. Ja. Ben ik dan echt voor saus terracotta aan het maken? Waar ligt dat? Oh, ik moet eerst sandstone maken. Ja, dat zei ik net. En hoe maak ik dat? Dan moet ik dat weer opzoeken. Ja, dan moet je 4 zand in je inventory, zeg maar in je crafting table doen. Ja, 4 zand heb je nodig. Ja. En daar redt hij zichzelf al, 4 zand. Nee, niet in de oven! Niet in de oven! Haal het uit de oven! Zo, daar heb je geen oven voor nodig. Crafting table, in dat houten ding. Dat zie je ernaast. Ja. Hier kan ik wel leuke dingen mee, Rick. Maar dan wordt het glas. Nee, dit is een jukebox. Hier kan je muziek mee maken. Dit staat er niet naast. Hij zegt, oh, die staat ernaast. Dat is een jukebox. Is dat crafting? Nee, je klinkt weer op E. Dit is een jukebox. Hier kan je muziek in draaien. Maar waar is die crafting table ook alweer? Hier, dit is een crafting table. Hier, deze. Oh, oké, wacht. Okay, hij denkt dat hij in een jukebox kan craften. Oh, dat vind ik echt heel grappig. Heel vermakelijk vooral. Ik vind het nu al leuker dan met Justin. Ja, hè? Ja. Zullen we anders gewoon nooit meer Justin mee laten doen? Nou, op zich klinkt dat wel als een puikplan. Ja, hè? Kijk, alle terracotta. Oh, al die terracotta al hebben maakt het wel even een stukje makkelijker. Mijn taak.
Ja, daarom wou ik ook jouw taak hebben. Nou, maar die is nu voor mij. Ja, maar... Oh, maar nu heb ik al de kool verpest waarschijnlijk. Oké. Okay. Oh, nee, niet. Ik ben eentje verder. Ik heb sandstone. Dus Jij hebt sandstone? Ja. Oh, en... kijk, en dan kijk. Moet je hem smelten. Nee, nee, de stone komt er toch? Je... Nee, smelten. Oh, smelten. Dan moet ik naar de oven toe. Nu moet je weer terug naar de oven. Kijk, Rick. Boom! White glazed terracotta. En ja. Hoe heb je dat nou gedaan dan? Gewoon in de oven gestopt. Gewoon nog een keer in de oven. Terracotta in de oven is gewoon... Wordt het gelijk de glazed. En dan moet je per kleur is het een andere glazed terracotta. Pak je het af. Dit zijn heel veel items. Ja. Hij heeft hem! Hij heeft hem! Sandstone! Het is gewoon gelukt! Je hebt hem gewoon! Oké, en daarmee moet je... Je moet nog eentje maken. Die mag je in het monumenthuis stoppen wilt. Oh ja, je moet wel nog eentje. Die moet even in het monumenthuis, waar je wilt. En dan moet je er nog eentje maken. En als je die gemaakt hebt, kom dan maar bij me terug. Dan krijg je de volgende stap. Wat moet ik nou maken dan? Nog een keer hetzelfde. Nog een keer hetzelfde. Nog één keer. Ik heb geen kool meer. Dus heb ik allemaal verspild. Hier, kijk. Ik heb ook heel veel kool. Ik ben het aan het hakken. Kijk, Rick, ik ben gewoon allemaal glazed terracotta aan het maken. Hoe goed is dat? Ik ben echt trots op je. Dankjewel. Oh, mis ik één zand. Kijk even onder water. Heel veel zand. Of daar heb je inderdaad zand. Gewoon waar je wilt. Papa. Kijk, hier nog een glazed terracotta. Ik ben even een beetje... Ik heb 300 items. Oh, dit wordt mijn 300ste item. Oh. Dan heb ik gewoon 300 items verzameld. 300 verschillende op zijn minst. Boom. Hoppakee. Lekker bezig. Ja, hè? Dit vereist ook wel weer confetti in beeld, vind ik. Ja, vind ik ook. Even een beetje confetti, alsjeblieft. Wow. Confetti! Wauw! Wauw! Wow. Wat zijn de coördinaten van ons huis? Want ik ben een beetje de weg kwijt. Gewoon 0-0 moet je altijd naartoe. Dat is echt 100 keer op per aflevering gezegd. Ik heb nog een smooth sense aan, jongens. Ja, oké. Dan moet je daarmee een cut sandstone slap maken. En ik ga niet zeggen hoe. Een kat? Ja, kat. Ja, kan ik wel kut zeggen, maar C-U-T. Kat. Kat. Een kat zet zo'n slap. Met die ene die ik heb, of moet ik ze alle twee gebruiken? Nee, met die ene. Oké. En hoe je dat doet, dat moet je even opzoeken. Je kan het ook met twee doen. Nee, dat kan niet eens met twee doen. Je moet het met die ene doen. Nee, je moet even met eentje doen, inderdaad. Hoe je dat doet is echt gewoon... Ik heb het al gezegd net. Ja, dus als je het even wilt houden, dan weet je het nog. Als je het even wilt houden, dan weet je het. En anders moet je dat stukje even terug editen, dan weet je het weer. Ja, weer een flashback. Ja, flashback. Flashback naar dat moment dat ik de uitleg gaf. Oké, ik heb hier alle smooth... Of nee, alle smooth, zeg ik nou. Ik heb alle slabs of alle glazed terracotta dingen. Oh, ja. Oei. Ik heb gewoon 306 items. Ongelooflijk. Oh, je moet eens 3 cut standzones hebben? Nee, ik had ook met... Met één kan je doen. Zullen we zo nog een keertje slapen? Ja, goeie. Doen we zo meteen. Oké. Het kan met eentje. Op een goede manier. Oh, we hebben nog geen brown terracotta, nog geen pink en nog geen magenta terracotta, Rick. Jemig, je bent wel een beetje slacking, hoor. Wil je nou even gewoon even je grote mond houden? Dat zou Marcus nooit doen. Nee. Precies. Marcus is altijd heel lief voor mij. Ja. Max is ook wel een goede YouTuber. Max is ook gewoon veel leuker om mee te editen, weet je dat? Dus het is gewoon veel... is makkelijker om te editen, zeker. Ja, ook. Ja, het is gewoon een keer leuker. Ik kan het wel, hoor. Hallo. Nee, sta je voor me. Wat? Ik stond hier echt wel... Hey, joh. Ja, ik... Wacht, hey, joh. Wacht, Sebastian. Kan je hier even een bier over maken? Ja, wacht. Dat wij hier gaan slapen? Ja. Met F1. Okay. Ja. Maak even bierrol dat wij slapen. Ja. En dan, wow, en dan, kijk, dit is de bierrol dat wij nu aan het slapen zijn. En dan kan je zo'n snurkgeluidje eronder doen, zo. Ja, volgens mij heeft hij het eronder gezet. Ja, oké, okay, top. Oké, nu naast het liggen, snel. Oké, ook je eigen bed in plaatsen. Ja. Op één, en dan je bed pakken. Ja. Even één nog een keer. Nee! Toch? Hoe plaat je dit? Rechterbij schoen. Dat doe ik. Ja, maar het bed is lang, dus hij kan niet tegen ons bed. Je hebt hem hier nog geen inventory. Nee, ik heb hem weggegooid. Nog één. Je moet even scrollen. Hij is weg! Nee, je hebt hem weer. Je hebt hem weer. Druk eens op Q. Ja, top. Ik laat hem weg. Ik snap echt niks. Er zijn monsters in de buurt. Drop mijn bed, Max. Je hebt mijn bed. Kan niet. Oh, ik word wel weer... Jemig, hé. Oh, er zijn inderdaad monsters nearby. Laat die moet eerst even... Ah, nu is Sebastian mijn bed. Hier. Ja, wacht even. Ik ga hem even doodmaken. Sebastian heeft jouw bed. Je moet even mijn bed plaatsen. Oh, wacht. Ja, zo. Ja, perfect. Deze moet ook even dood. Stop. Hoppakee. Wat een geweld. Nou, ik kom eraan, hoor. Ja. Waarom ligt mijn bed zo schuin? Wat duurde dat lang, Max? Je mag niet meer. Ja, sorry. Kijk. Lekker. Hoppakee. Okay. Hoppa. We kunnen verder. Neem je bed mee. Laat het bed ook echt staan. Ja, vind ik veel. Oké, ik moet ook even kijken. Ik heb brown dye nodig, pink en magenta. En dat is gewoon makkelijk te regelen. Brown dye, we hebben genoeg cacaotjes in het cacaohuis. Dan moet ik er gewoon even eentje slopen zo. Hoppakee. Dan kunnen we ook weer bruine terracotta maken.
roze dye, hoe maak je dat ook weer? Moet je met een bloemetje specifiek doen, toch? Ja, rood en wit. Oh, joh. Rood en wit. Toevallig heb ik dat. Wil je het hebben? Nee, nee. Oké, okay. Ja, dan niet, hè? Tik er maar in. Hey, nu even kalm. Ja, altijd hetzelfde aardige gedoe van jou. Word ik echt zat nu. Stop daar eens mee. Stop daar eens mee met aardig zijn. Dat is voor dikkie. En magenta, hoe maak je dat? Sebastian, weet jij dat? Hoe maak je magenta dye? Juist. Hé, hey, kijk, Rick is ook een keer weer wel aan het doen, hè? Jongen. Ja, toch? Ik zei het toch? Oh, oh nee, Sebastian. Oh nee. Wat? Sebastian. Wat? Hij heeft per ongeluk die kut sandstone geplaatst. En wat doet hij? Hij heeft geen pickaxe, dus hij heeft hem met de hand weggehakt. Oh nee. Dan is had hij hem trouwens wel? Ja, maar ja, had ik heb hier toch... Nee, je wou hem met een kist plaatsen, maar je plaatst hem gewoon op de grond. Ik, want ik zie hier een plaat. Oh, je hebt er nog één. Ja, ik heb er twee gemaakt totaal. Of drie. Ja, oké. Okay. Ja. Eentje kan ernaast. Die kan je naast de smooth sandstone plaatsen. Ja. Maar die heb ik nou niet meer. Die ligt hier ergens ineens in deze kist. Maar hij moet... Ja, hier ligt die ene, maar je moet nog die slap maken. Nee, die slap, slap. Ja, maar ik zie hier namelijk een foto dat ik drie van die Kurt Sandstones... Of nee, van die... Ja, maar wacht, kom. Oké, heb je nog één smooth sandstone? Heb je één smooth sandstone? Ja, die heb ik. Maar ik moet er dus drie op een rij doen, zag ik. Hier. Kijk, volg mij. Wacht, kan ook daar. Even naar dat ding. Hier, gebruik die zaagmachine hierboven. Dan moet je op klikken. Ja. En als die daarin doet, dan kan je als goed is gewoon een kut sandstone slap aankiezen en dan heb je hem. Smooth sandstone slap, ja. Dan heb je twee. Nee. Is het de cut smooth sandstone slap? Dat weet ik niet. Ik ga zelf nu even kijken. Ja. Oh, die hadden we ook nog nodig, de smooth sandstone slap. Nou, dat maakt het alleen maar beter. Wacht, ik ga nu zelf ook even kijken. Ik ben heel benieuwd. Sandstone, hoppakee. Ik ben benieuwd of dat met smooth sandstone moet of gewoon met normaal sandstone. Even kijken hoor. Oh, dat, hier, kijk, dat moet met deze. Als je die erin doet, dan kan je ook gewoon een cut smooth sandstone slap maken. Die erin doen. Cut smooth... Ja, die moet je hebben. Cut sandstone slap. Ja, die. Ja, die heb ik. Even kijken. Kijk! Hatsa! Hoppakee! Doen we dat. En heeft hij drie uit. Blijkbaar hebben we de smooth sandstone slap ook nog nodig. Nou, die kan je dan erbij doen hier. Heeft één van jullie toevallig mijn green dye gepakt? Ja, die heb ik opgemaakt. Maat. Gozer. Die heb ik volgens mij... Oh nee, hier liggen er twee in. Gelukkig. Oké, okay, ik kan nu maken, komt-ie. Brown terracotta. Ik kan maken... Oh. Ja, wacht even. Ja. Wacht even, dan moet ik weer klei smelten. Kijk, Sebastian... Is dit een bierel? Kan je er ook één van mij maken zo? Ik heb er één. Ja, ik wacht even. Ik kan iets maken. Ja. Ja, ready? Ja. Oh ja, kijk, ik heb hem. Wow. Oh, sorry, ik liep er doorheen. Oh, shit. Ja. Oké, overnieuw. Altijd weer die max. Ja. Ja. Oh, wow. Oh, kijk, oops, wow. Sorry. Ging ik weer. Wow, nee, maar dit is goed. Kan je wel knippen. Gewoon met AI. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan gaat maken. AI. Ik ben echt zo benieuwd naar deze video. Hé, hey, maar jongens, ik heb nou dus drie dingetjes gemaakt. Ja, je taak is volbracht. Wil je een nieuwe taak? Eigenlijk wel. Ja, het is wel tijd voor een nieuwe taak. Oké. Ik ga heel even. Ik hoef nog maar één keer terracotta te maken. Wacht even hoor. Maar dan moet ik even wat klei hakken. Als ik terug ben van mijn avontuur, dat duurt nog 1 minuut. Dan kom ik een nieuwe taak voor je bedenken. Of heeft Rick een goede taak voor je? Nee. Rick heeft vast wel iets goeds. Niet? Ik heb niet veel, sorry. We kunnen hem met het Ocean Monument laten... Nee, dat gaat ons... Dat lukt ons niet eens. Nee, laat het dan maar niet doen. Ik heb een keer terug van mijn avontuur. Welkom. Mag ik wat kool voor jou, Rick? Jij zegt je kool had. Ja, ik heb hier een stack. Hier, ik heb ook kool. Als je gewoon de helft pakt... Oh, nee, maar ik heb al... Oh, kijk, nou, dit maakt 33. Zo. Dan hoef ik alleen nog maar mijn pink dye hier te gebruiken. Zo. En dan heb ik gewoon ook nieuwe concrete. Of terracotta, bedoel ik. Het is geweldig. Dit. Hey, kijk. Ik moet het even omsmelten. Als dit gesmolten is, dan kunnen we een nieuwe... Ach, gadverdamme, het gaat regenen. Waar ligt trouwens het eten in de kist en zo? Want ik heb nog maar drie... Over eten gesproken. Kipsoekjes of zo. Heb je vaak in edit misschien meegekregen dat we heel veel klagen over eten. Ja. Dat is Justin zijn taak eigenlijk altijd. Ja, maar Justin is het natuurlijk niet. En Justin die regelt zijn taken nooit. Nee. Dus Justin die verwaarloost ons eigenlijk een beetje. Daar komt het op neer. Ja, eigenlijk wel. Dus, waar was de farm ook weer? Misschien ik heb nou iets. Sebastian moet wel iets gebouwd hebben trouwens. Even gewoon iets waar we altijd aan Sebastian kunnen denken als Sebastian er niet is in de aflevering. Ja. We moeten even... Ja, dat is misschien wel leuke. Wat kan ik bouwen voor jullie jongens? Zeg wat kan je bouwen voor ons? Even kijken. Op een mooie locatie. Ja, ik zeg even ik denk kijken. Hier. Ik denk hier. Hier? Kan niet, je... Kan ja, je... niet daar. Waar? Mag waar? Waar ben jij? Wat verwarring. Ik denk hier. Oh ja. Als hij nou... Sebastian, ik vind... Ja.
Nee, geen boot. Oh. Ik wil altijd al een brug van dit plekje naar dat plekje hebben, daar. Okay. Jij ook niet, Rick. Ja, altijd al. Ja, ja. Zit dat en dan natuurlijk een hele logische looproute natuurlijk, dus dat snap ik wel. Ja, tuurlijk. Dus ik wil graag, we kunnen onze bomen nu niet hakken. We komen er echt nooit. Dus dit moet ook weg, inderdaad, zo. Ja. Nou, we kunnen naar die kant dus gewoon niet komen. Dat is niet mogelijk. Dus als jij gewoon een brug... Hij moet wel van hout. Ik wil niet van dirt en zand een brug, dat je nu aan het hakken bent. En daar heb je hout, daar. Ja. Rick, geef jij hem de tools ervoor? Even een axe, een shovel en een pickaxe of zo? Dan kan hij even zijn gang gaan. Hier. Ik ga nog even betere dingen voor je maken. Ja? Je kan van het hout kan je planken maken, dat je het weet. En slabs, dan kan je een mooie brug maken. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Heb ik hier... ik denk dat we wel even de hele aflevering bezig gaan zijn, denk ik. Nee, maar ik ga je voorzien, dit komt goed. Ja? Oké, hoop ik erop. Pink terracotta. Kijk, jongens. Terracotta is binnen. Dit gaat lekker. Als in het regent, dus ik heb het binnengelegd. Oké. Ja, maar dan weten we dat. Dan weten we dat. Hoeveel houten blokjes denken jullie dat ik nodig heb? Want dan weet ik een beetje hoeveel ik moet hakken ongeveer. Nou, een halve stack, dus 32. En dan kan je daar heel veel planken van maken en slabs. Dan heb je veel meer. Dat is genoeg voor een brug? Ja, dat is wel genoeg. Voor jouw brug zeker. Oké. Dat heb ik nou genoeg. Kijk, Dirk is gaan, joh. Ja, het is ongekend. Dat zou Justin nooit doen. Nee, dat klopt. Nee. Je begint wel te leren. Je begint echt te leren. Waarom? We haten je veel op Justin als hij er niet is. En als hij er is, dan zijn we zijn beste vriend. Ja, dat klopt ook wel. Ik zie ook iets wat we nog niet hebben, jongens. Dat ga ik ook maar gelijk even doen. Daar ben ik heel benieuwd. Ja, daarvoor heb ik wat glas nodig. Ik moet het niet in de crafting table maken, of wel? Wat? Ja, die kan jij gewoon maken. Van die planken en zo. Jawel, dat kan je gewoon in de crafting table maken. Ja. Gewoon planken en daarvan kan je slabs maken. Niet te veel slabs. Jij kan dan ook wel veel slabs maken. Maar dan kan je een beetje variatie qua hoogte hebben en zo, weet je. Is ongelooflijk. Die Rick heeft weer dingen gewoon gemaakt. Ongelooflijk. Ik krijg niet eens elkaar om planken te maken, moet je nagaan. Hij kan niet eens planken maken, dat is letterlijk gewoon. Want ik stop het hele ding vol, maar ik krijg gewoon nee, je moet van dat hout wat je hebt gehakt, dus die logs, moet je eentje gewoon los erin doen. Gewoon eentje. Oh, eentje maar. Ja, dan krijg je even planken. Ik stop hem helemaal vol. En dan met die planken kan je de onderste drie krijgen slabs. Ja. En dan de onderste drie... Krijg je slabs. En als je een trapvormpje maakt met die planks, dus gewoon zeg maar linker... Je gaat er snel, wacht even. Heb je nu heb je planks? Ja. Oké, dan doe je de linker kolom doe je van boven naar beneden doe je helemaal vol. Maar ik heb nu één plank. Wacht even, dan moet ik er meer maken. Ja, je moet er 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jongens, het is tijd om te slapen. Oké. Ja, wacht joh, ik ben sorry even dat aan jullie het stoort. Ik heb jullie de stoort. Grootste moeite hier, wacht even. Oké, hoeveel planken heb je nu? Ik heb... Dit gaat zo niet soepel. Wacht even. Oké, ik heb nou 9 planken. Oké, dan de eerste, de eerste kolom doe je van boven naar beneden doe je helemaal vol. Dus dat zijn er 3, van boven naar beneden. De tweede kolom doe je er 2. En de derde kolom doe je er 1. Ik vond net als blind bouwen. Blind bouwen? Hoe heet het? Dus de eerste... Maar die linker rij heb ik vol, van boven naar beneden. Linker, helemaal vol. Oké, dan de tweede rij heb je de bovenste leeg en dan de onderste 2. Oh. Ja. En dan bij de derde heb je alleen de onderste, rechts onderin. En dan krijg je planks. Ja, laat ik een trap. Ja. Kijk. Of dan krijg je een stersje. Ja. Oké, nou gaan we slapen. En dan gaan we slapen. je moet de lengte moet je het bed plaatsen. Snap je? Zo, ja, nu. Ja, zo. Juist. Kijk, in de lengte. Atta. Je begint het te leren. Hij begint het te leren. Ik wel. Oké, pas op dat je elkaars bed niet oppakt. Juist. Oké, Rick, kijk, weet je wat ik ging doen? Ik heb hier glass bottles, die ga ik allemaal vullen met water. En dan ga ik even naar de deur toe en dan ga ik modder maken. Modder hadden we nog niet. Mud. Kan dat ook op gras? Nee, dat moet echt op dirt. En dan kan ik ook mud bricks maken. En dan gaat het hard. Kijk, let op hè, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boing. Boing, boing, boing. Boing. En dan doen we deze ook nog even vullen. Bing, boing. Bing, boing, boing. Zo. Daar komt ie. We hebben mud. Modder. Dit is mooi, zeg. Dit is geweldig, hè? Oh, modder. Ik hoor die Sebastiaan struggelen, jongen. Ja, ik plaats zo'n trap, maar hij gaat op zijn kop. Ja, het ligt aan hoe je kijkt naar waar je plaatst. Zo roteert hij ook, snap je? Ik zit aan te kijken hoe hij aan het bouwen is. En nu plaats ik hier een hoek, en aan deze kant plaats ik weer geen hoek. Ja, maar het is hoe je kijkt. Je moet het precies eens hoe je ernaar kijkt. Kijk, wacht, ik kom naar je toe. Drop die slab. Kijk, wacht. Geef hem maar eens mij één ster. Ik heb hier ook betere tools voor je trouwens. Ja? Kijk, alsjeblieft. Kijk, ja, dankjewel. Als ik zo hier naartoe kijk, dan gaat hij die kant op kijken. Snap je? Ja. Wacht, mag je axes? Oh, ja, dankjewel. Nee, maar ik kan ook zo kijken. Oh, ja. Als ik zo kijk,
Dan gaat hij zo, snap je? Ja, dat snap ik nog wel. Maar waarom okay, maak maar hier dan een hoek? Ja, ja. Schuin kijk dan of zo. Kijk, dan ga ik laten zien. Nee, Sebastian heeft hem. Oh, jij hebt hem opgepakt. Oh, ik heb hem opgepakt. Ja, je moet je zeggen. Hij kijkt zoals er één. Jij hebt hem opgepakt. Hier, kijk, ja, zo. Kijk, het ding is, als ik er nu zo naar kijk, dan krijg je een, kijk, zo krijg ik een hoekje, omdat ik er zo naar kijk. Ja, dat wou ik hebben. En dan, ja. Kijk, als ik nu zo ernaar kijk, dan gaat hij er gewoon zo tegenaan, oh, snap je? Oh, ja, oké. Okay, ja, het, ja, ja. Het is niet hoe je hem plaatst, maar gewoon vanaf waar je kijkt. En als, ja, als ik nu... Okay. Je moet wel aan de onderkant plaatsen. Als ik aan de bovenkant van de ster plaats, dan gaat hij ondersteboven, snap je? Ja, dan plaats ik hem bovenop de ster. Oké, okay, okay, nou, dus dan kan ik er even door. Nu ben ik heel benieuwd. Ik ga gewoon kijken of even goed gaat lukken. Ja, doe maar. We kijken wel. Dan ga je gang. En dan ga ik druk voelen. En nu okay, dan wil ik de hoek hebben, dus dan doe ik hem... Kijk, ja! Ja, kijk! Oké. Okay. Oké, okay, succes. Hij hoeft niet heel hoog. Het hoeft niet een hele grote ronde brug te zijn. Nee, oké, okay, dat dacht ik even. Nee, okay, dat komt goed. Ga ik weer verder. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, Mort, maar moet je volgens mij in de oven stoppen? Dan krijg je bricks, toch? Of niet? Volgens mij wel. Nee, dat hebben we fout allebei. Oh, nee. Ik ben heel benieuwd hoe je dit doet. Oh, wacht. Ja. Ik heb een idee. Oh, je moet eerst Pact Mort maken natuurlijk. Pact Mort. Dat doe je met wheat, doe je dat. Je moet er wheat bij doen. Aha. Ja, dat wist ik wel. Ga ik gelijk even de hele farm leeg gooien, hebben we ook weer wat eten en wat brood. Ja, Just is zijn taak weer, hè. Jongen. Ja, jemig, Just had het eigenlijk gewoon moeten doen. En dan zit hij nu weer gewoon vervelend te doen. Onacceptabel. Onacceptabel. Hoe moest ik nou ook weer planken maken? Dat wil ik nou weer vergeten. Eén lok, inderdaad. Oh ja, één lok was het, ja. Gewoon één stam. Hij gaat dat ook moeilijk voor zichzelf maken. Hij maakt hem diagonaal. Ja, maar hij heeft niet zoveel kan. Hij moet ook diagonaal. Ik ben Bob de Bouwer, dat is goed. Ja, nee, dat is waar. Oké, je pakt mud. Hoppakee, dan ga ik er even 4 maken. Dan kan ik mud brick maken. En daar kan je ook allemaal walls en slabs en stairs van maken, volgens mij. Dus dit wordt nog best wel succesvol, die hele mud avontuur. Ja, Max. Ja, Max, wordt heel succesvol. Ja, dankjewel. Oké, okay, kijk, van mud bricks kan ik namelijk slabs maken. Daar kan ik slash van maken. En daar kan ik dit van maken. Nah, oké. Okay. Ja, dat meer had ik niet nodig, denk ik. Zo, hebben we allemaal mooi. Wat goed zeg. Ja, hè? Dan is mooi. Ik ga even wat cactussen nog zoeken. Volgens mij had ik echt heel veel cactussen laatst. Oh nee, dat was sugarcane. Cactussen, je kan gewoon naar die woestijn gaan daar verderop. Ja, daar ben ik naartoe aan het gaan. Lekker aan het varen. Sebastian, je hebt veel timelapses van mij kunnen zien hoe ik dingen bouw en zo. Dus ik verwacht wel dat je inmiddels een beetje kan bouwen. Gewoon. Dat, je hebt veel kunnen kijken naar hoe wij het doen. Je hebt kunnen zien hoe de baas het doet, hè? Hebben we rabbit stew? Denk ik ook niet. Nee, niet trouwens. Daar heb ik net naar gekeken. Hier, cooked rabbit. Juist. Hadden we ook nog niet. Dan mag jij hem opeten, Sebastian. Ik ga hem jou geven. Hier. Oh. Is voor jou. Dat is wel een konijn, hè? Dat is wel een konijn, inderdaad. Wat ik dan ga doen, is die andere sea turtle ophalen. Want in de vorige aflevering had ik er 2 gevonden. Dus die moet ik nog even ophalen. Hier gaan we even een crafting tabletje plaatsen. Laat ik even een nieuw bootje maken. Ja, ik moet zeggen, jongens. Ja? De brug is in wording. In wording, hij is... In wording ook nog wel. Ja. Hij is onderweg. Ik ben echt heel benieuwd. Dan hebben we altijd wat om aan Sebastian te denken als Justin er weer is, weet je. Dan missen we Sebastian en ik, oh, Justin is er weer bij. Eigenlijk Sebastian veel leuker. We kunnen altijd over die brug lopen en even over Sebastian nadenken. Ja. Ik zou het wel leuk vinden als je er ook nog een zitje misschien bij maakt. Dat we even kunnen pauzeren. Weet je hoe je een stoel maakt in Minecraft? Wat de recipe daarvan is? Nee. Oh, dan moet je maar even opzoeken. Dus een recipe voor een stoel. ik had echt verwacht dat ik het ging zeggen eigenlijk. Nee, wel gewoon een lounge stoel. Ik verklap het, je hebt wol nodig voor een lounge stoel. Wat nog, Gerbert uit? Nee, kijk. Kom eens hier. Oh, voetje. Kijk, nu kan je ook rabbit stoel maken zo meteen, Rick. Dat vind ik ook wel goeie. Oh ja, met die voet. Ja. Dan moet ik er eigenlijk 2 hebben. Ik heb er maar 1. Hoezo 2? Ja, je wilt toch ook nog eentje voor het monumenthuis? Waar wil je die andere dan voor? Voor de stuw. Oh, zo! Je wilt natuurlijk ook zo'n pootje houden voor het monumenthuis, inderdaad. Ja. Ja, oké, maar dan liever de stuw dan allebei, als het niet kan, weet je? Ja, precies. Dit is wel een hele rare brug die ik aan het maken ben, want hij begint heel smal en ineens wordt hij heel breed. Oké, oh jee. Ik ben nu even op avontuur. Ik kom zo meteen op avontuur. Ik denk dat je echt gaat denken wat ik hier gemaakt heb, want het is echt... Ja. Ik heb er best veel vertrouwen in, moet ik zeggen. Nou, ik niet heel erg meer, moet ik zeggen. Maar is het al geluk met alle banners, Rick? Nee. Hoezo niet? Omdat ik nu alle kleuren aan het verzamelen ben. Oh. Want Justin heeft alles opgemaakt, maar die is overal gewoon weer mee doodgegaan, dus alles is weg.
Hé, hey, wat een brug. Ja, hè? Hij vliegt wel een beetje. Misschien moet hij wat steunpilaren nog hebben. Oh, ik had nog een onderdoor. Wat een topbrug. Ja, hier, dat bedoel ik. Daar had ik echt over nagedacht. Volgens mij was hier ergens mijn schildpad. En maar... even op zoek naar mijn schildpad. Hij moet wel wat breder, denk ik, hè? Zeg maar, ik bedoel, het smalle stuk moet even breed als het brede stuk, denk ik. Ja, dat zou ik misschien toch, ja, zou ik misschien wel doen, ja. Ja. Nee, oké. Okay. Ik heb mijn schildpad gevonden, jongens. Kijk. Topper. Kijk, dan ga ik even kijken wat hier verder nog meer is te vinden op land. Sowieso hele rare vliegende dingen. Oh, een bosbrand! Ik heb een bosbrand gevonden. Stop hem gewoon. Stop met branden. Zet het uit. Nee, ik laat het lekker afbranden. Vind ik onacceptabel wat je nou zegt. Ik ga het zelfs gewoon linken dat de bosbrand ook gewoon naar andere bomen toe kan zo. Oh. Ik ga het gewoon erger maken. Hoppakee, zo. Is hier nog meer te vinden? Ja, spruisbos verderop zag ik al net, maar we hebben al spruisbomen. Dus ik ga gewoon die schildpad ophalen. Want dan kunnen ze laten breeden en dan hebben we ook een schildpad-ei. Dat is waar. En die hadden we nog nodig, toch? Schildpad-ei hebben we nog nodig. Oké, ik zit samen met de schildpad in de boot. Dan nemen we mee. Hoe breed je die ding ook alweer? Ja. Met vis. Ja? Of zo. Zij is toch geen vis? Ik heb geen idee. Ik zou eerder zeegras gaan pakken. Ja, volgens mij, ja, dat eet ze volgens Kelp of seagrass, één van de twee. Nee, seagrass heb ik even schaar voor nodig, dus dat doe ik zo meteen wel. In ieder geval vast kelp mee. Kelp of seagrass, inderdaad. Ik vergeet elke keer wat ik moet maken, dus ik ben net weer terug aan het gaan. Ik vergeet elke keer hoe ik iets moet maken. Cyaan en pink. Ik kan Jaan en pink niet zien, hoor. Nu ben je even stom aan het doen. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik kon hem niet waarderen. Moest het niet, hij was best wel goed bedoeld. Oh, ik vond het best wel grappig. Hij was best wel goed bedoeld. Hoezo vond je hem niet grappig? Ja, ik weet het niet. Ik kon er gewoon niet zo om lachen. Nou, jammer. Dus even de tegenvallen. Even kijken, dan moet ik... die plankjes die pak ik dan en dan kan ik hem breder maken. En dan hebben we, jongens, denk ik toch echt wel een mooie brug. Is die dan af? Denk ik. Ik ben heel snel aan het terugvaren. Misschien naar mijn brug kijken. Nog pilaartjes erbij moet doen of zo. Wat Rick zei. Maar ja, pilaartjes zijn wel, anders stort die in, hè? Ja, Als je dat niet goed doet, dan als we er te vaak overheen lopen in Minecraft, dan stort gewoon iets in. En maar misschien als Justin er overheen loopt. Oh. Wow. Wat een roos op Justin ineens. Wat een roos op Justin. maar misschien, je hebt nu aan de ene kant heb je nu een trappetje. Misschien moet hij aan de andere kant ook nog. Want je kan heel makkelijk terug op bij jou. Oh, dat komt nog. Hij is nog onder constructie, hè? Oh. Je kan ook die spullen weer oppakken, hè? Als je het water... Ja, kijk. Wacht. Waar ben jij überhaupt? Hier. Waar zie je? Hij is in je gedachten. Hallo. Oh, hey. Zo, hij zat echt te zoeken, jongen. Ja. Helemaal fout. Ik plaats weer van alles op zijn kop. Het komt helemaal goed. Ik ben er weer, jongens. Hey. Welkom. Ik keer terug naar een avontuur. Ik heb een schildpad meegenomen en ik ga ze laten waterbatsen. Zometeen. Oeh. Gezellig. Ja, hè? Ja. Oké, dan droppen we deze hier. Dan ga ik eerst even slapen, gezellig met z'n allen. Kijk. Gewoon bij Sebastiaan zijn brug slapen. Ja. Kijk dit nou, hij heeft gewoon echt een brug gemaakt. Hier. Ik moet zeggen, ik ben echt gewoon tevreden. Hij wordt inderdaad best dik, maar ik ben echt wel tevreden over wat je hier hebt gedaan. Gaan we gewoon gelijk opslapen zo. Kijk. Ja. Ik kom eraan. Hoppakee. Wacht even op Rick. Lekker hè, zo, Sebastiaan's brug. Ja. Ligt beter dan het huis, denk ik. Ja, het huis heeft Justin gebouwd, dus alles ligt eigenlijk veel beter. Waarom? Jij hebt de kist gebouwd, we slapen altijd in de kist. Dat is helemaal niet waar. Jawel. Hij heeft het over het huis. Rick, pas Keeper op! Rick! Pas op! Hey joh. Hallo meneer. Nee! Oh! Oké, dat ging net wel goed. Ik ga deze boot stelen, ik weet niet van wie die is, maar is nee, mijn boot! Maar, jongens, ik heb nou echt een hele brandende vraag, hè? Ja, hoe hier maak heb je brood. Dan? Dankjewel. Hoe maak ik dan pilaren? Dat zijn dat, pilaren heb je al in je handen. Deze. Nee, die andere, die met spruce. Deze. Nee, die spruce. Die kan je toch als pilaren gebruiken, dat is mooi. Ja, ik dacht misschien wat dunnere pilaartjes of zo. Ja. Maar, jij. Zie die mannetjes daar aan de overkant? Oh. Laat hun maar met rust, gewoon. Oké. Laat hun maar met rust. Oké. Nee, dat gaat te veel, dat redden we niet eens meer in deze aflevering, nog een aanval. Nee, daar hebben we echt geen tijd meer voor. Dat is voor de volgende aflevering. Nee, maar dat gaan we ook niet overleven. Daarom hebben we er geen tijd voor. Laat ze maar. Het zijn gezellige mensen. Oké, ik heb wel een idee op zijn minst. Ik ga heel even armor attacken. Dan kill ik even allemaal. Oh, je bent er dichtbij gekomen. Ze gaan boos op je worden, ja. Ik kill even deze. Ik los dat op. Ik ben gewoon een goed community persoon. Kijk hoe aardig die Max is toch. Ja, hè? Aardig. Ja. Ik ben echt mensen aan het slachten hier. Oh jee, ik ga ook nog bijna dood.
Oké, zo. Oh, er is een heks zelfs bij. Waarom hiel ik niet? Hallo? Oké, nu snap ik al waarom. Ik heb alleen even flint en steel en dan verbrand ik die gast even. Dan krijgen we geen reet. Laat je brug gelijk testen. Oh, sorry. Ja. Ik onderbreek je weer. Ik heb alleen... Ik zit nog aan één keer langs. Je hebt echt al drie keer gezegd, ik heb alleen een... Ja. Wat heb je alleen al? Nou, ik heb... Hoe is het nu met... Ik heb alleen een blokje geplaatst onder de brug, maar dan, daarna kan ik geen blokje meer plaatsen, want dan moet ik een half blokje hebben of zo. Een half blokje? Ja, dus ik heb het al. Oh! Ik ga je brug niet in de brand zetten hoor, maar ik ga hem verbranden. Nee, komt goed. Oh, ik heb het bed nog bij me. Nee, waarom springt hij nou in het water? Ik heb het bed gedropt. Oh, je bent dood. Oh, bed is ook bed weg. Nee, maar je bed ligt er gewoon. Geen zorgen als je dat gaat. Je spulletjes liggen in het water. Oh, ik dacht dat mijn bed dan wegging of zo. Nee. Ik vind het wel heel leuk dat je je bed dropt vlak voordat je doodgaat. Ja, jullie zeggen, ga niet dood met je bed. Dus ik denk, nou, mijn bed gaat dan weg. Nee, ik bedoelde meer. Raak hem niet kwijt. Auw. Oké, kijk, ik ga deze guy even verbranden. Ik word weer aangevallen. Ja, die heks is er nog. Je moet even die... Gewoon even wachten, ik ga het killen. Alleen ik kan deze guy niet normaal killen, ik moet hem verbranden. Ik kom je helpen. Hier, deze guy gaat even dood, zoals dit. Dat is weer een goed Minecraft weetje, jongens. Als je een guy... Als je een raid hebt, zoals dit, of een villager, of pillager... En hij heeft dat ding op zijn knoepert, weet je. Dan moet je verbranden en dan krijg je geen raid. Dan word je niet nog een keer aangevallen. Echt? Ja, dus stiekem is iedereen dood zonder te worden aangevallen. Goed, hè? Ik ga nog wel steeds langzaam dood. Ja, je hebt potion effect gekregen. Oh, ik ben net een half hartje leef ik nog. Ja, dat komt goed. Niks aan de hand. Dit overleef je makkelijk. Oké, ik ga die schildpadden hier even heen brengen. Zo, hoppakee. Dat is één. En dan halen we die andere even op. Ben je goed bezig, Rick? Je bent allemaal banners aan het maken. Ja, ik doe wel iets. Jij doet wel iets. Oké, gaan we deze halen hier op het vlot. Ik vergelijk met Justin hoor, spaceer niet op jou. Even kijken. Hé joh, het schildpad! Hij is vrij! Hoe kan dat nou? Hij is uit de boot ontsnapt. Waar? Huh? De schildpad die ik hier had, die is uit de boot ontsnapt. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Huh? Wacht even hoor. Omdat er twee op elkaar zitten, denk ik. Ja, wacht maar. Die andere schildpad is nu weer ontsnapt. Wacht even hoor. Waar zit de andere dan? Ja, die is nu weggezwommen. Oh. De loose. Oh, Rick. Kom, snel. Ja. Ik ben eruit. Oké, waar is hij? Schildpad erbij. Ah, hij is echt gewoon weg. Nee, als hij weg is, word ik echt boos. Waar is hij heen gezwommen? Hij is weg. Gaat hij automatisch terug naar zijn oude strand of zo? Weet ik niet. Waar is hij heen? Oh, dit is echt vreselijk. Hij is weg. Hij is letterlijk weg. Ik zag hem wegzwemmen net. Dit meen je. Ik heb echt moeite gedaan voor die beesten. Eentje ontsnapt en is gewoon pias. Gewoon gone. Hey, Sebastian. Hey, kijk nou. Ik zit even mijn brug te bewonderen. Hij zit te bewonderen. Nou, dit is mooi. Pilaatjes eronder, nou dan kun je altijd aan mij denken. Stel, jullie zijn weer met Justin opgescheept. Ja, en je denkt toch van, ja, misschien had ik toch maar Sebas gewild. Nou, dan kun je toch even aan me denken door die brug. Dat vind ik leuk. Past er ook al bij. Het is een goede toevoeging. Ja, hè? Ik ben er zelf in ieder geval heel blij mee. Precies, dat schildpad is gewoon weg. Hij zat in een boot. Hoe heeft hij voor elkaar gekregen dat hij weg kon zwemmen? Zwemvliezen gebruiken. Volgens mij heeft hij zijn zwemdiploma gehaald. Ik denk het ook. Dat zou best kunnen. Oh, dit is echt erg. Nu zeg gewoon mijn hele schildpaddenplan is verpest. Hij heeft pilaatjes. Ja. Oké, nu moet je goed, met je ex rechter muisklikjes doen op die pilaatjes. En dan is hij wel goed gekeurd. Rechter muisklik? Op de. Oké. Op de pilaatjes. Met je ex. Dit is mijn ex toch? Nee, dat is je pickaxe. Ik heb geen ex op deze video. Ik heb geen ex. In je inventory misschien. Stone ex. Ja. Ja. Ik heb geen ex. Nee, maar allebei, maakt niet uit. Ja, kijk, zie je, dan matchen ze wat beter. Kijk, ja. Je moet die eronder nog doen. Kijk even, bam, kijk zo. Ja, hoppakee. Zullen we er nu met z'n drie overheen lopen om het te testen? Ja of hij het houdt. Of hij het houdt, inderdaad. Misschien stort hij wel in. Moment van de waarheid. Moment van de waarheid, komt ie. Dan gaan we. Ik hoor dat hij die... Ho. Wat? Oh, die slam die ligt hier. Nee. Ja, hij wilde het met een ex doen, ik zag het al. Dan gaan we, jongens. Ja, kijk. Nou. Wow. Hij houdt het gewoon. Zelfs als ze springen in het midden, houdt hij het dan. Ja, hij kraakt wel een beetje, denk ik. Hij kraakt wel. Oh ja, goeie. Edit even een kraakgeluid zonder. Ja. Explosie. Oké. Drik, jongen. Sorry. Dit was zo vet. Ik ga de laatste dingetjes doen. Rick, hoeveel ben jij gekomen? Ik heb toch wel 1, 2, 3, 4. Zo, minimaal 4 banners. En alle carpets zijn klaar. Dus je bent in ieder geval wel op zich best ver. Heb je al je rabbit stoel gemaakt? Nee, ik weet niet hoe dat moet. De stoel? Ja. En dan? Gewoon maken. Met de rabbit? Dit heeft sowieso Sebastian gedaan. Ja, dit. Dat ben ik 100% zeker. Dat denk ik wel, ja. Dat ding daar ligt.
Oh, ik ga heel even nog deze carve zo. Die hadden we namelijk ook nog niet. Hoppakee. En hoe doe je zo'n jack-o'-lantern maken? Doe je met een torch of met een glowstone? Ze zeggen een torch, toch? Zeg, daar vraag je me nou wat. Ik denk een torch. Wacht, ik ga het even opzoeken. Jack-o'-lantern, dat maak je met een torch inderdaad. Eén torch nodig. Kijken, zo. Hoppakee. En dan zo. Dan maken we één torch. En dan maken wij een jack-o'-lantern. Juist, die hadden we ook nog niet. Wat ziek idee. Wat ziek idee. Nou, dit is goed, hè? Zo, hé. Goeie items hebben we allemaal. Je hebt gewoon 3 dingen verzameld, Sebastian, deze aflevering. Ja, ja, dat is 3. Nice. Ja, op zich wel. Nee, maar super trots. Ik ben super trots. Ik ben super trots. En je hebt gewoon een brug gebouwd. We hebben gewoon een brug, Nick. Ja, dat, gaan we de volgende aflevering gaan wij wel een pad ernaartoe bouwen. Dat komt wel goed. Ja. Dan gaan wij een pad ernaartoe bouwen, want we komen echt heel vaak daar, hoor. Je hebt ook die boom laten vliegen. Dat, misschien dat Justin niet, het al, Justin zijn tijd nuttig kan gebruiken voor dat pad. Oh, ja. Weet je, ik wil nog 1 ding doen voordat we afsluiten. Anders word je namelijk echt... mag je nooit meer terugkomen. Je hebt de boom laten vliegen. Dat mag, dat is gewoon... Dat mag niet. Niet. Maakt niet uit waar je bent in Minecraft, dat mag gewoon niet. We moeten dan ook even het bed terug hebben. En het bed, inderdaad. Ja, we willen je spulletjes wel. En, nee, je spulletjes mag je houden. Ik hoef alleen het hout weg te hakken, toch? Ja, alleen het hout, ja. Daar kom je niet bij. Kijk. Doe echt 1 blokje, dan ga je dan steeds niet bij komen. Ja, daar kom je nu wel. Gebruik je pickaxe. Sebastian, ik heb een bierol. Ja, heb je hem? Kijk. Oh, hier. Hoppakee. En dan mijn bed. Komt hij aan? Ja. Het is even een moeilijk parcours, hè? Ben je nog steeds mooi bierol aan het maken? Ja, zeker. Even Max, kijk erbij. Oké, hier de overdracht. Ja, ik heb het hier. Boom, hoppakee. Zijn bed is binnen. Ja. Dankjewel. Oké, nou jongens, ik vond het succesvol. We gaan even kijken. We zijn inmiddels op... Hoeveel procent? 68! We zijn echt ver! 714 items! We hebben echt best wel veel verzameld. Vooral ik. Ik bedoel, Rick ook een beetje. En Sebastian 3. Komt-ie, hè? Beam! Hey, Light Blue Banner! Ja. 68.2! Kijk. Ongelooflijk. We zijn echt ver. We zijn gewoon langzaam op het punt aan het komen... dat we gewoon de laatste moeilijke items moeten gaan verzamelen, jongens. Het is wat, hè? Ja. Dan gaat het snel allemaal. We hebben al 17 uur gespeeld. 17 uur, jemig. En we zijn al 50 keer doodgegaan, voornamelijk Justin. Sebastian heeft al 17 uur geëdit. Ja, joh. Nee, jemig, Sebastian. Dan heb jij veel moeten editen voor deze serie. Jeetje. Goed, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vonden jullie het nou zo leuk met Sebastian? Laat dan nu even een lieve reactie achter voor Sebastian. Dat zou ik heel leuk vinden. En hij is een cameraman, zoals je kan zien. Dus, ik hoop dat jullie zijn camerawerk leuk vonden. In ieder geval, dankjewel. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Hier deed Justin nog wel mee. Iets minder leuk, omdat Justin er is in plaats van Sebastian. Maar ik zou hem sowieso heel even kijken, als je toch bezig bent. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telt 4, let's meet de volgende keer.